Strijders, welkom, 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 welkom op deze zondag. Thanks allemaal voor de prachtige laatste livestream op YouTube hier vrijdagavond. Dat was echt insane. 10-0. En zoals ik in die livestream ook vertelde, ben ik een weekendje weg. Op het moment dat je dit ziet, ben ik nog een weekendje weg. Nu ik dit opneem, is het zaterdag 11:55. En ik ben net klaar met pot 11 tot en met 15. Ik denk, ik moet er gewoon nog even 5 spelen, anders kom ik in de knel. Want ik kan het me ook niet echt veroorloven om een heel gebroken nacht te hebben zondag. Aangezien ik maandag naar Kopenhagen ga voor werk met Carola. Die gaat mee. Maandag tot en met woensdag ben ik naar Kopenhagen. Dus ik dacht, oké, ik moet er eventjes 5 spelen op deze zaterdagochtend. En die potten gaan jullie nu zien. En dus vanavond, zondagavond, voor het eerst live op Twitch. Kom me daar volgen. Linkje staat boven in de beschrijving. Twitch.tv/Koen Weiland. Kom me daar checken. Insane hoeveel mensen al daar zijn gaan volgen en zelfs abonneren. Dat is niet normaal. Maar nu veel plezier met pot 11 tot en met 15. Met Nani. Ja, en zo zit ik hier nu in ons weekendhuisje. Op mijn bed, onder mijn deken, zodat het geluid nog redelijk goed is. Jullie zagen de eerste tegenstander met Vieira en volgens mij Momens Matthäus. En dit is dus onze 11e tegenstander van het weekend. 10-0, allemaal vanuit die livestream op vrijdag. Jullie zagen me net zitten daar. Dit is allemaal op zaterdagochtend gespeeld. En de eerste goal van Nani ligt er alweer in. En dat was echt een hele goede goal. Hard schot. Maar deze tegenstander, de eerste van deze video, is echt een goede. 1-1. En dan zie je dat het balbezit weer bij hem terechtkomt. En vlak na die 1-1 maakt hij hier met Memphis zijn tweede goal. Echt een zieke goal. En dan denk ik, nee, het zal toch niet. Ik denk, ik ga even 5 potjes offstream spelen. Anders wordt het nog te veel op die zondagavond. Maar gelukkig redt hier Mo Salah ons. Kijk eens, in de 60ste minuut ongeveer. Heel laat in de wedstrijd. Het was echt een pittig potje. Dan, vrije trap op de helft van de tegenstander. Nog ver van de goal. Bruno Fernandes, een beetje dreigen. Hier is Nani weer. Echt leuk hoor, die Nani met zijn 5-star. Ronaldo dan met de actie. Even kijken. Draaien. Gecanceld kroket. Dat je allemaal geleerd van Dennis Verhoeven. De Nederlandse kampioen. De E-divisie winnaar. En dat verschaft ons de ruimte om te schieten. Was heel laat in de wedstrijd. Echt de definitieve beslissing. Hier. Salah buitenom. Ronaldo. Oh nee, die mis ik. Oh ja, dat is ook zo. Die vliegt vol naast. Je ziet het. 5 schoten tegen 4. Echt een spannend potje. Maar we gaan gelukkig wel 11-0. Ik dacht, ja, hoe lekker als we straks met 15-0... aan die allereerste Twitch-stream kunnen beginnen. Vanavond dus, zorg dat je erbij bent. Vanaf een uurtje of 9, denk ik. Misschien iets later. We zitten op een uurtje rijden van ons huis af hier. Ergens in Noord-Holland, in een vakantiehuisje. Heel erg leuk, heel gezellig. Maar ik verwacht dat we 9 uur zeker redden. En dan speel ik gewoon die laatste 15 allemaal in één ruk, denk ik. Want morgen moeten we best wel vroeg al naar Schiphol. Dan ga ik naar Kopenhagen voor een leuke klus waar ik jullie nog alles over zal vertellen. Hier is het Mo Salah met de tweede goal van deze 12e pot. Een iets makkelijkere tegenstander gelukkig. Die eerste was echt goed hoor. Dat was echt zweten geblazen. Dit is een hele zieke goal van Ronaldo. En toen dacht ik, nou prima. We gaan weer even op zoek naar Nani. Even kijken of we zijn doelpunten totaal een beetje kunnen opkrikken. Maar dit is een hele lekkere goal. Weer van Memphis. Dat is echt een goede speler hoor. Die Team of the Season Memphis Depay. Ik heb trouwens ook een squad builder battle opgenomen met dat joch. Staat op het kanaal van de veteranen met Memphis Depay. Dit is een hele goede actie. Hij heeft een rebound nodig, maar het was echt een goede actie. Goede goal. En dan is onze Memphis hier ingevallen aan de linkerkant. Goede actie. Barrel scoop turn. Terugleggen. Ronaldo. Dreigen. Kijken. Weer zo'n gecancelde croquetta. En dan is deze Ronaldo zo ongekend goed. Die vlamt hem vol de hoek in. Hier nog een raar moment. Een slecht moment. Wordt het nog 4-3. Maar we komen niet in gevaar. De winst komt niet in gevaar. En dus gaan we 12-0. Dit is een beetje een raar team. Met Sabitzer, Olmo en volgens mij ook Busquets daar in de spits. Maar ja, toch geen slechte tegenstander. Het duurt even voordat we op 1-0 komen. Een strafschopje hebben we ervoor nodig. En dan kunnen we daarna toch voor het eerst een hele lekkere aanval op de mat leggen. Bruno terug op Nani. Hier is de Akka heerlijk en dan vlamt hij hem binnen. En hier dacht die tegenstander al wel van, nou ja, weet je, hier is geen kruid tegen gewassen tegen deze Nani. 13-0 en dan komen we tegen 94 R9 en de rest van die ploeg. Ja, ja, ja. Geen makkelijke potjes. We hebben hier minimaal 30 minuten nodig om een keertje gevaarlijk te worden. Maar dit is wel een hele lekkere actie van Ronaldo. We hebben deze extra aanval nodig. Afgeslagen aanval en dan via Mbappé toch weer naar Ronaldo. Dat hebben we nodig om tot een goal te komen. Maar dat fake shotje in de aanname was heerlijk. Hier Nani met zijn 29ste goal in 14 wedstrijden. Hij loopt ruim 2 op 1. En hier is Bruno Fernandes die ontsnapt. Rustig binnenprikken, lekker binnenschuiven. En dan is het alweer 3-0. Prima actie, prima wedstrijden. 4-0 hier vlak voor rust en dan is deze man weg. En dan gaan we 14-0, gaan we er nog eentje spelen voordat we goed staan voor die
stream op zondagavond. Hier is Henri Moments en Fred Verdet. Maar Fred toch een beetje een raar team. Geen supergoed team. En ik dacht ook, nou, dit kan toch niet al te veel problemen opleveren, deze 15e wedstrijd. Vooral omdat hier in de 20e minuut de eerste goal voor ons valt. Ronaldo terugleggen. Oh nee, die valt niet. Bruno, 0-0. Dit was onze grootste kans, maar kijk eens, 61% balbezit voor onze tegenstander. Dan breng ik Memphis altijd in en hier dacht ik, oké, laten we die 4-3-1-2 gaan spelen. Iets aanvallender, iets smaller, overlappende backs als het nodig is. En dan kunnen we iets meer dreiging vormen, want het was een gezapige, lastige pot tegen deze vijfde tegenstander van deze video. Begin tweede helft, 53 minuten gespeeld. Rustige aanval, heel lang balbezit. Ik moest echt zoeken naar gaatjes. Ik moest echt rustig opbouwen. Maar het is Nani die hem maakt. Wie anders zou je zeggen? Zijn 30ste goal. Maar die voorsprong houdt niet heel lang stand. Hier niet lekker verdedigd door mij. Ik geef de ruimte weg en dan gaan we verlengen. En je ziet het al. Balbezit voor onze tegenstander. Rare actie hier met Henri. Hij krijgt hem terug tot op Barnes. En die vlamt hem tussen twee man en mijn keeper in. Toch naar een voorsprong voor onze tegenstander. En dan ga ik drukken. Probeer ik nog gelijk te komen, maar ga ik helaas verliezen. Pijnlijk. Twee schoten gecreëerd voor mij pas. Slechts. En dan moet je dus gewoon erkennen dat we terecht verliezen. 14-1. Helaas geen 15-0. Maar kom maar checken op Twitch voor het eerst. Live Weekend League daar. Vanaf een uurtje of 9 op de zondagavond. Thanks jongens. Hopelijk tot straks. En anders zie je de highlights van die Twitch streams. Waarschijnlijk maandagavond of dinsdagochtend hier op YouTube. Ciao, ciao. Schatje, wat ben je aan het doen? Ik moet even voice over.